Hartelijk goedenavond, kijkers. Wat leuk dat je er allemaal weer bent. Vandaag ga ik een drankje testen. Een drankje waar je echt van moet houden. Ik moet wel eerlijk zeggen, in de zomer smaakt die wel het lekkerste. Lekker fris, lekker zoetig, een klein beetje bitter of juist heel erg bitter. En welke drank is het dan? Nou, ik heb hem staan. Ik had nogal erg zoutig gegeten. Ik denk, dat is lekker voor haar. Nou, ik heb nu namelijk over een bitter lemon. Ik heb 1 blikje staan. Ik zal hem open trekken en ik heb het alvast gedaan. Ik denk, weet je wat? Laat ik die andere ook maar even testen. Dus dat ga ik ook even doen. In dit geval, dit blikje is al open gedaan. Is het de Schweppes Bitter Lemon. Die kennen we allemaal. Is ook de meest gangbare. Ik heb hem zelf ook gekocht. Je kan hem meteen zien. Het is een Schweppes. Andere kleur. En daarbij, ik schenk deze ook vast in. Want hij begint anders een beetje te lekken. Daarbij heb ik nog een ander merk gekocht. Een iets minder bekend merk. Zo. Kijk, dat is dus de Schweppes. En dat is de London Lemon Dry. Maar u ziet wel, ze hebben een klein beetje de Schweppes kleur aangehouden. Ziet u wel. Mij valt al iets op. U ziet het nog niet. De kleur is iets anders. En ik zal even een ander merk erbij halen. Dat is de derde ook gelijk. Dat is de Royal Club Bitter Lemon. Zoveel open, ja. Dat is waar. Dat is waar. Maar het komt heel goed uit. Het komt heel mooi uit. Want ja, het moet ook een keer op, hè. U ziet het wel. De kleur zit verschil in. En ik ben ook ontzettend benieuwd naar de smaak. Want ik verwacht wel dat er het een en ander verschil in zit. Goed, ik zal het openmaken. Dit is dus de London Lemon. En ik zal die in het midden doen. In alle drie drankjes zit quinine in. Nou, quinine is een stofje uit een plant gehaald. Of het nu nog zo is. Het is heel erg synthetisch nagemaakt hebben. Misschien. Ik denk het niet. Maar het is een stofje voor koortsverlagend. Dat deden ze altijd in drankjes. En daar zijn ze later achter gekomen. Ja, je praat nu alweer over. Nou, laat het zeggen. 100 jaar geleden misschien. Dit is dus de Royal Club. En die is volgens mij nog het meest helder van kleur. Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Waar zal ik mee beginnen? Nou, de Schweppes maar. Het is ook echt een drank waar je van moet houden. Je vindt het lekker. Of je haat het. Nou, de London. En qua geur zit er al zeker verschil in. De Schweppes ruik je meer. Oké. Nou, de Royal Club. Proost. Die ruik ik bijna helemaal niet. Oh, jeetje. Wat moeilijk. Ik moet ze toch nog even proeven. Nou, ten eerste is de Schweppes ruik je ontzettend goed. Ja. Ik proef nog een keer.
Mm-hmm. Het klinkt heel gek, maar qua smaak zitten ze heel dicht bij elkaar. Ik kan niet zeggen van, goh, die vind ik nog lekkerder dan deze. Nee, het is me eigenlijk heel meegevallen. Wat me wel opvalt, en dat zei ik net ook al, de Schweppes ruik je gewoon meer. Ik weet niet wat ze ermee gedaan hebben en de Londen en de Royal Club zit wat minder geur aan. Het is ook een beleving, denk ik. Ik ga ze nog een keer proeven. Nou, echt de laatste keer. Ja. De Royal Club zit er een beetje tussenin, tussen de Schweppes en de Londen, qua smaak. De Londen is volgens mij ietsje bitterder. Qua zoetheid is het ongeveer hetzelfde. Ja, dat is het ongeveer wel. Poepoe. Dit was Clyde & Jealous met een bitter lemon test. En dit keer drie merken. De Schweppes, de Londen en de Royal Club. Ik wens je nog een hele fijne avond. Dag.